Charlotte van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Wij zijn hier vandaag samen met alle werknemers uit de asielopvang als organisatie, omdat wij absoluut niet akkoord zijn met de besparingen van deze regering in de asielopvang. Net op het moment van een wereldwijde crisis, een asielcrisis, waar zoveel mensen op de vlucht onze hulp nodig hebben, beslist deze regering om af te bouwen, 10.000 plaatsen te gaan sluiten. Deze regering heeft beloftes gedaan rond hervestiging, rond spreiding van mensen die vastzitten in Griekenland. Zij moet die nakomen. Er is geen moment om te gaan bezuinigen in de asielopvang. Integendeel. Ook zijn er enorme uitdagingen op het vlak van huisvesting, de woonnood voor deze vluchtelingen. Het is moment om creatief te zijn met de middelen van de opvang, om aan die problemen tegemoet te komen. Deze koude kille besparingen, waar zowel asielzoekers, maar ook de samenleving, want de vele werknemers die op straat komen te staan, het slachtoffer van zijn, daarmee kunnen we absoluut niet akkoord gaan. En daarom zijn wij hier.